Hoe vouw ik rupsje nooit genoeg? Rupsje nooit genoeg maken we van 16 vierkantjes. 16 vierkantjes. Punten naar de overkant. Maak een rechte vouw. Goed met je vinger eroverheen. En open vouwen. Draai het blaadje om. Doe ik ook aan de overkant. Ik heb een recht kruis gevouwen. Ik ga deze naar de middenlijn vouwen. Kastdeurtje dicht. Zo heb ik een halve kast. Aan deze kant wil ook een deur. Kastdeur dichtmaken. Ik heb een grote kast. Ik vouw de deuren open. Ik heb nu rechthoeken. Die willen nog door in midden. Dus ik vouw aan deze kant ook een kastdeur. Kastdeur dicht. En op. En aan deze kant ook. Kastdeur dicht. 16 vierkantjes. En ik ga de hoekjes omvouwen. Ik vouw eigenlijk tegen het kruispunt aan, het kruispunt van de vouwlijnen. Het oranje papiertje van de kop is iets groter dan de groene van het lijf. De kop is klaar. Van het lijf ga ik ook de hoekjes omvouwen. Het mooiste is als je dan ook de hoekjes eventjes vastplakt, want anders gaat alles zo omhoog staan. Die is ook klaar. De pootjes. Hoe maak ik de pootjes? 16 vierkantjes. En ik knip ze door midden. Naar de overkant. Deze wil ook nog een keer door midden. 4 vierkantjes overhouden. Die 4 vierkantjes, daar knip ik er eentje af. Deze kant inknippen. En ik heb een pootje gemaakt. Nog een pootje. Nou, zo kan je de rups natuurlijk zo lang maken als je zelf wil. Oogjes, voelsprietjes. Ik heb alles gemaakt van 16 vierkantjes. Dezelfde maat als van de kop. Ik knip er 2 vierkantjes af. Helemaal handig als ik direct naar de overkant knip. Een lange, die knip ik door midden. Blijven er 2 vierkantjes over. 2 sprietjes. Hetzelfde doe ik ook met een gele. Naar de overkant knippen. En weer door midden. Ik heb weer 2 vierkantjes over. Die plak ik erop. Dan heb ik dat ook van donkergroen. Van dezelfde maat als het lijfje. Ik knip naar de overkant. Deze weer door midden, 2 vierkantjes, plak ik erop en die plak ik erop. En dan nog 1 vierkantje voor het mondje. Zo wordt het rupsje nooit genoeg.